Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Wij zijn onderweg naar België. Wat gaan we daar doen? We gaan naar HQ Fireworks. Ja. In? Waar zitten? Hoogstraten. Oh ja. Ze zeiden, we waren laatst in Baarle en toen hoorden we van mensen daarvan, kom even langs. Dus we dachten, weet je wat, we pakken de auto en we gaan er gewoon even langs vuurwerk shoppen. Want ze hebben producten die we best wel interessant vinden. Dus ja, we gaan er even heen. Het is niet zo heel mooi weer, het is aan het regenen, maar dat mag de pret niet bederven. Dus we gaan er even naartoe rijden. Het zal een kleine uur rijden zijn. En dan gaan we even kijken hoe die winkel is. Shell Martijn komt er ook heen, is ook een bekende YouTuber, die kennen jullie vast wel. Ik zou hem even checken als ik jullie was. Ze heeft ook een aantal duizend volgers. 12.000, 13.000 of zo. Gruwelijke YouTuber. Dus we gaan hem even meeten daar zo. En even kijken hoe het daar is. En dan zien we jullie zo meteen weer. Ja mensen, we zijn eindelijk aangekomen bij HQ Fireworks. Daar zo zit hij. De shop. Dus ja, we gaan even kijken hoeveel mensen er zijn en of het een beetje druk is en hoe die shop is, want wij zijn er nog nooit geweest. Ja mensen, kijk eens met wie ik hier ben. Op je truitje. Kijk eens. Shell Martijn. Daar is die, de enige echte. De enige echte. Ja, we staan nu bij HQ Fireworks. We gaan zo even naar binnen. Even kijken wat ze daar hebben. Ben je al binnen geweest eigenlijk? Ja? Echt een leuke winkel ook. Ah, wij nog niet. Okay. Dus we gaan zo even naar binnen lopen. En ja, wie weet hebben ze wat leuks staan daar zo. Best wel een zieke locatie hier zo. Als je kijkt. Het is echt op een afgelegen terrein. Dat is best wel ziek. Want ja, na Baarle en zo is best wel ziek als je zo'n afgelegen locatie hebt. We gaan nu even naar binnen. En dan gaan we kijken wat ze allemaal te bieden hebben. Knalpakket. Extreem. Hoe gaat het dan volgend jaar?
Gaan jullie er weer door of hebben ze iets? De lol is eraf en drunk ass. €6,50 die budget cakes. Daar zo. Naast die, boven die doos. Boven die doos aan de linkerkant. Die doos die beneden. Ja mensen, we gaan nu weer op de weg naar Nederland. Het was best wel een zieke winkel. We waren er nog nooit geweest, maar het is zeker een aanrader om daar even te kijken. Het is fucking gruwelijk. Ik zal even de camera neerzetten, lukt dat? Maar het is zeker een aanrader om eventjes daar te gaan kijken. Dus HQ Fireworks, bedankt. En we gaan nu weer op de weg naar Nederland. Dus ja. Dat was wel ziek, hè? We hebben wat zieke potten gehaald. Zeker. Maar binnenkort komt er een collectievideo van al onze trips. Waar we zijn geweest en zo. Dus dat kunnen jullie in de gaten houden. Bovendien binnenkort ziek nieuws. Want we gaan weer een hele lange trip maken. En dat komt allemaal dankzij de behaalde likes op de polenvideo. Als je die polenvideo dus nog niet hebt gekeken, ga ze dan zeker even checken. Oh, komt er nou politie aan rijden? Een busje? Nee. Zo. HQ Fireworks, een topwinkel, echt waar. Een sfeervolle winkel, hoogstraten, dus net over de grens, dus iedereen kan erheen. Moet je wel even, het is niet te bereiken met OV, maar wel met de auto, dus ciao. Maar vertel, hoe is het bij jou eigenlijk tot stand gekomen om van vuurwerk te houden? Hoe is het allemaal gebeurd? Is het bij jou met de paplepel ingegoten? Of, Sowieso. Zo, hij wiebelt een beetje. Met een paplepel ingegoten. Sowieso. Ja. Bij mij ook. Ja mensen, we zijn weer thuis. Het was best wel een snelle rit. We waren snel thuis gekomen. Jullie hebben het wel een beetje kunnen zien. HQ Fireworks is best wel een zieke zaak. We werden daar getipt door mensen vanuit Baarle. Van yo, kom een keertje daar. Ga een keertje naar HQ Fireworks. Want het is best wel een zieke winkel met zieke producten. Dus we deden het gewoon. Het was best wel een zieke winkel. Vanaf nu gaan we ook gewoon elke woensdag uploaden. Dus komende woensdag weer een video. Woensdag om 4 uur en op zondag om 12 uur. Dat zijn onze vaste uploadtijden. En gaandeweg richting Oud en Nieuw zal er veel meer uploads komen zoals jullie gewend zijn. Kerstvakantie sowieso dagelijkse video's, maar misschien wel al eerder. Want we gaan binnenkort naar een bepaald land. Het is fucking lang rijden, ongeveer 8 uurtjes. Jullie kunnen misschien al raden wat, maar ik ga daar binnenkort op terugkomen en we gaan daar echt zieke beelden opnemen. Maar daar kom ik wel later op terug. Ik zou zeggen, vond je deze video nou leuk om te kijken? Laat dan even een like achter. Vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie weer bij de volgende video. Ja.